Het Leidsdamgenootschap organiseerde zondag de eerste editie van het Kroegdammen. En dat trok zowel dammers als schakers uit het hele land naar Leiden. De hele dag liepen zo'n 100 deelnemers van kroeg naar kroeg om hun potjes te spelen. Het concept is een beetje van, je gaat overal in verschillende kroegen in Leiden ga je een partijtje dammen in koppel. Het is daar ook op de achtergrond te zien. Dus mensen geven zich op in duo's. En we hebben 11 verschillende kroegen, bijvoorbeeld de Praathuis, hoofdlocatie doet je mee. Maar ook Woedenberwel, Stadbrouwhuis. Heel veel kroegen doen mee. Dus gedurende de hele dag zit iedereen dus in duo's te dammen. Het deelnemersveld is geweldig variërend. We hebben dus 5 grootmeesters doen mee, maar ook een schaakgrootmeester doet mee. Maar ook bijvoorbeeld mijn broertjes doen mee. En het varieert van huisdammer tot grootmeester, letterlijk en figuurlijk dus. Ja, ik vind het wel een heel leuk initiatief eigenlijk. Ja, dat op de zondagochtend is, dat is eventjes wennen, maar... Maar nee, het is wel echt leuk hoor, dat we dit zo met z'n allen kunnen doen. Je gaat verschillende kroegen af, gezelligheid, dat is het belangrijkst. Aan het eind van de dag werden de prijzen uitgereikt. Aan de leukste damfamilie, de beste huisdammer en de poedelprijs. De hoofdprijs ging zoals verwacht naar 2 internationale toppers. Jan Groenendijk en Jitse Slump, de nummers 4 en 9 van het afgelopen WK, eindigden bovenaan het klassement. Nou, het ging eigenlijk heel erg goed. Ik had er zelf niet zoveel van verwacht. Want, ik moest uit Wageningen komen, 1,5 uur rijden en zo. Vanochtend vroeg op, begon om 10 uur in Leiden. Ja. We hebben wat bakken koffie ingeduwd. En toen speelden we allebei de sterren van de hemel eigenlijk. Ja, top. Ik vind het sowieso een hele mooie stad, Leiden. Ik was er nog niet vaak geweest ook. Ik vond het echt geweldig hoe we ook gewoon... Nou, de kroegen heen gingen en zo. We zagen gewoon heel veel van de stad. En uiteindelijk een mooie uitkomst voor ons allebei. En het was gewoon top. Je moet aan iedere ronde naar een andere kroeg. En nou, ondertussen verdwaal je een paar keer en zo. En ja, kom je toch heel veel van zo'n stad te zien. Gewoon terwijl je, ondertussen zit je een toernooi te dammen. Maar daar ging het, mij in ieder geval niet. Ik weet niet of jij er echt serieus mee bezig was. Nee. Maar mij ging het daar in ieder geval niet om. Ik damde gewoon wat potjes. Ondertussen struin je hier wat door de stad. En dat was hartstikke leuk.